Bienvenidos a este nuevo video. Oh. Nee, ik denk van niet. Ja, veel talen gaan naar je moedertaal en dat is voor ons Nederlands. Nederland is een heel klein land en bijna alleen maar Nederlanders spreken Nederlands, maar ook Suriname of zo. Maar het moedertaalprincipe gaat er wel om dat je het gewoon naar het Nederlands vertaalt. Oké, voor onze opleiding, voor onze vak is het belangrijk. Ja, oké. In het algemeen niet. Ja, dus het ligt eraan hoe je het bekijkt. I swayed you. Ja. Ja, Spaanstalige, maar verder niet. Ja. En bij Frans ook. Ik zit in het tweede jaar en dan heb je ook KLC en dan ga je echt heel diep in het land en cultuur en alles. Dus dat is wel heel interessant. Tomatengroei, ja. Dat ze cavia's eten in Ecuador. Ja, maar dat wist ik al. Dat Fransen heel moeilijk praten over geld. Ja, dat is echt taboe bij hun. Weet ik niet. Ja. Je kan wel superveel kanten op, maar ik denk toch dat je nog na je opleiding toch nog moet specialiseren in iets. Zoals juridisch, medisch, economisch of technisch. En meestal als vertaler doe je in een van die vakgebieden doe jij heel goed vertalen. Nee. Vertalen is in heel veel verschillende vormen en heel veel verschillende onderwerpen. Dus je kan altijd iets vinden wat je leuk vindt. Nee, ja, ik vind het heel leuk. Ook de vertaallessen hier zijn echt superleuk. Ja, je kunt echt iedere kant op. Vind je literatuur superleuk, dan kun je literatuur gaan vertalen. Maar ja, inderdaad, ondertitelen. Dan zie je als eerste alle Netflix-series en dan kan je dat gaan ondertitelen. Dus het is maar net wat je leuk vindt. En, ja, het hoeft niet saai te zijn. Het is juist heel de bedoeling dat je dat gebruikt. Ja, sommigen gebruiken het niet, maar ik vind dat wel fijn. Daaruit kun je juist meer te weten komen over een bepaald woord en de juiste vertaling vinden. Het is er niet voor niks natuurlijk, dus ja, dat klopt. Ik denk niet dat het vals spelen is. Ja en nee. Nee. Wij zitten dus samen in een vertaalgroepje en we hebben bijna heel het jaar aan alle opdrachten gewerkt, zeg maar. Dus we waren maar een paar individueel. In het tweede werken we al minder samen dan in het eerste jaar. In de eerste werk je echt grotendeels met groepjes. Echt, Ja. Ja, ik vind het gewoon leuk. Maar het is natuurlijk ook spannend. Eerste keer gewoon in je eentje dan zo'n half jaar naar een ander land. Is toch wel iets anders. Wel goede spanning, dus ik kijk er wel naar uit. Maar het is niet dat ik super chill erover. Nee, zeker niet. Het is gewoon een hele nieuwe omgeving en een taal die je wel veel, waar je veel mee in aanraking komt op school. Maar het is wel heel anders om dan echt elke dag, dag in dag uit die taal te spreken. Oh, wat is dat?